Zoals Roel voorspeld heeft, heeft het de afgelopen dagen gesneeuwd in de Franse Zuidalpen. De hoeveelheid sneeuw is wel iets tegengevallen. Ik denk dat we net aan de 10 centimeter en misschien op de allerhoogste pistes misschien net aan 15 centimeter hebben. Dat is natuurlijk jammer, want we hadden meer gehoopt en er was ook iets meer voorspeld. Maar zeker bij dit soort storingen uit het zuiden en bij deze Tour d'Est is het altijd afwachten tot het laatste moment. Het kan heel erg meevallen en het kan heel erg tegenvallen. We hebben in ieder geval wat verse sneeuw. Dat heeft de pistes heel veel goed gedaan, want die zijn echt boterzacht en dat is hartstikke snelle sneeuw, dus hele lekkere sneeuw om te skiën. Ja, en off-piste is het net genoeg om gewoon lekker het idee te krijgen dat er verse sneeuw ligt. Het had iets meer mogen zijn, maar dat is misschien voor later in de week.